Bekwassen van de filter. Kraan staat nog op stofzuigen, dus we gaan een bodemput openzetten en gaan de stofzuiger dichtzetten. Dan gaan we moeten bekwassen. Drukken op oké. Gaan naar filtratie, oké. Eender welke menu dat je zit, helemaal onderaan staat bekwas. Druk op oké en de pomp valt stil. De snelheid die staat op langzaam. Door op min te drukken gaan we naar snel. Dan pomp licht uit, filter naar backwash. Dan pijltje omhoog, zet de pomp terug aan. Pomp springt aan, filter gaat backwashen. We gaan dat nu terug afzetten, want we hebben juist gebackwashed. Dus enkel om te laten zien hoe dat je moet backwashen. Pijltje naar beneden. Na het backwashen, dus vanaf het moment dat je hier terug dat wit plastic stukje met die gatjes ziet, is het oké. Dan is het water terug helder aan het worden. Pijltje naar beneden en dan stopt de pomp. Dan gaan we de filter naspoelen. Dan zetten we hier op rins. Stand juist voor filteren. Pijltje omhoog. Pomp gaat terug draaien. Water gaat terug in de juiste richting. We gaan nog altijd naar de riool. Doen we gewoon 10 seconden. Pijltje naar beneden. Terug indrukken. Op filteren zetten. Of de pomp stilstaat. En dan gaan we hier op return drukken. En dan gaan we er terug uit. Komen terug in ons normale programma. Het normale programma is nu filtratie manueel snel. Omdat we nog aan het stofzuigen zijn. Dus als we verder willen stofzuigen, dan gaan we de kraan van de stofzuiger openzetten en de kraan van de bodemput terug dichtzetten. En dan kunnen we verder stofzuigen. Als we gedaan hebben met stofzuigen, zetten we gewoon alle kranen, bodemputten en de skimmer terug open. Stofzuiger dicht. En als je stopt met stofzuigen, dan gaan we er nog eens backwashen. Zit er vuil in dat mandje? We moeten het mandje leegmaken. Gaan we dat doen? Filtratie. Manueel af. Oké. De pomp stopt. Mandje leegmaken. Zetten we alle kranen dicht. Want anders loopt het water terug naar het niveau van het zwembad. Oké. Maak het mandje leeg. Plaatsen we terug met de opening naar voren, tot van onder erin. De ring er terug op. Dan zetten we eerst filtratie, oké, statisch, aan. We zetten de pomp terug op. Vanaf het moment dat ze draait, dan pas zetten we een kraan terug open. En dan zijn we direct terug vertrokken. Het water is niet weggezakt. Als je de kranen vergeet dicht te zetten, dan zakt het water naar het niveau van het zwembad. Dan gaat het iets langer bezig zijn. Altijd één kraan beginnen en dan pas de rest openzetten als de pomp op volle snelheid aan het zuigen is. Als je het water kwijt bent, sluit hier de tuinslang op aan. En dan zijn we ook gemakkelijk terug vertrokken. Dus nu, tweede kraan bij open, derde kraan bij open. Dan zijn we terug vertrokken. Als we gedaan hebben met stofzuigen, dan kun je hier in deze geval, het bad is nog niet echt terug opgestart, gaan we manueel en in plaats van op snel op middelmatig filteren. Dan gaat de pomp trager gaan als het bad is opgestart en de warmtepomp is aangesloten, zetten we het gewoon op verwarming en dan volgen we de tijdsblokken. Dus nu gaan we er terug uit, filtratie, manueel, middelmatig, oké. Manueel aan en dat is het.